Deze video gaat over van tabel naar formule. In deze video ga ik laten zien hoe je een formule kunt maken bij een tabel. En ik ga het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld zie je hier naast me staan. Je ziet daar een tabel en de opdracht is: maak een formule bij de tabel. Nou, we gaan dus bij de tabel een formule maken en die formule die noem je een lineaire formule. En iedere lineaire formule ziet er ongeveer hetzelfde uit. Ik heb de algemene vorm. Even hier opgeschreven. En die algemene vorm is heel belangrijk, dus die moet je uit je hoofd weten. Er staat variabele onderin is begingetal plus richtingscoëfficiënt keer de variabele bovenin. Dit is de algemene vorm van een lineaire formule. En als je dus bij zo'n tabel een formule moet opstellen, dan is die formule altijd van deze vorm. En wat gaan we nu doen? Nou, we gaan nu in die vorm op de plek van al deze woorden. Letters of getallen invullen. We beginnen even helemaal aan het begin. Nou, aan het begin staat de variabele onderin. Nou, de variabele onderin betekent gewoon welke letter staat er onderin de tabel. Nou, onderin de tabel staat de letter h, dus zometeen komt in de formule op deze plek de h. Dan gaan we naar het volgende woord. Het volgende woord is begingetal. Nou, het begingetal weten we nog niet. Daar kom ik later even op terug, want die moeten we apart uitrekenen. Na het begingetal staat de richtingscoëfficiënt. Die weten we ook nog niet. En die gaan we zometeen als eerste berekenen. En helemaal aan het einde staat de variabele bovenin. Die weten we wel, want boven in de tabel staat de letter t. Dus zometeen komt helemaal aan het einde de letter t. Er zijn dus nog twee dingen die we missen: het begingetal en de richtingscoëfficiënt. En die gaan we nu allebei berekenen. We beginnen met die laatste. Dus we beginnen met het berekenen van de richtingscoëfficiënt. En eigenlijk hebben we eerder in het hoofdstuk al geleerd hoe je dat kunt doen. We hebben het namelijk eerder in het hoofdstuk gehad over regelmaat. En bij het berekenen van regelmaat moet je ook altijd opschrijven wat de richtingscoëfficiënt is. Ik heb je dus eerder uitgelegd hoe je regelmaat bij een tabel kunt berekenen. En die stappen van regelmaat die gaan we nu opnieuw zetten. Dus wat gaan we doen? Nou, de eerste stap is, ga even bij de tabel opschrijven wat er bij ieder stapje gebeurt. En we beginnen even bovenin. Nou, bovenin zie je, de t gaat van 2 naar 4, dan komt er 2 bij. Dus bij de eerste stap... Schrijf je dan even op met een boogje en een pijltje. Hier doen we plus 2. Daarna gaan we van 4 naar 7, dan doen we plus 3. Dus bij de volgende stap schrijf je op. Hier doen we plus 3. En dit moet je ook even onderin doen. En onderin ga je als eerste van 20 naar 16 en dan gaat er 4 van af. Dus onderin schrijf je op met een pijltje en zo'n boogje. We doen min 4. En daarna ga je van 16 naar 10, dan gaat er 6 van af. Dus dan schrijf je erbij, hier zo doen we min 6. En nu hebben we van iedere stap opgeschreven wat er gebeurt. En nu gaan we de richtingscoëfficiënt berekenen. En bedenk, de richtingscoëfficiënt bereken je op dezelfde manier als de regelmaat. En ik heb even hierbovenin opgeschreven wat je ook alweer moet doen als je de regelmaat en dus de richtingscoëfficiënt wil berekenen. Wat er dan geleerd? Je doet de toename onder gedeeld door de toename boven. En dat moet je doen bij iedere stap. Nou, we beginnen even bij de eerste stap. Bij de eerste stap doen we onderin min 4 en bovenin plus 2. We doen onder gedeeld door boven, dus dan krijg je als berekening min 4 gedeeld door 2. Nou, min 4 gedeeld door 2 is min 2, dus de uitkomst hiervan is min 2. En dan hebben we het eerste stapje bekeken. Dan gaan we naar het tweede stapje en daar doen we hetzelfde. We doen weer onder gedeeld door boven, dus min 6 gedeeld door 3. Bij het volgende stapje krijg je dus min 6 gedeeld door 3. En als je min 6 gedeeld door 3 uitrekent, kom je ook uit op min 2. Dus de uitkomst hiervan is ook min 2. Nou, wat zie je nu? We komen de hele tijd uit op min 2. En zoals ik eerder bij regelmaat heb uitgelegd, is die min 2 meteen de richtingscoëfficiënt van de lijn. We weten nu dus de richtingscoëfficiënt, die is min 2. En dat gaan we even opschrijven. Dus dan schrijf je op. Dus we weten nu. De richtingscoëfficiënt is min 2. En je ziet dus dat je die richtingscoëfficiënt op dezelfde manier berekent als de regelmaat. En nu weten we dus wat we zometeen in de formule op deze plek moeten invullen. Dan is er nog één ding dat ontbreekt. En dat is het begingetal. En het begingetal staat niet in de tabel. Het begingetal moeten we even zelf uitrekenen. Hoe kun je dat doen? Nou, het begingetal is de waarde van h, die hoort bij t is 0. En soms staat die in de tabel. Maar zoals je ziet, hier staat niet wat de waarde is. Die hoort bij t is 0. Dus dan moeten we het begingetal zelf uitrekenen. Wat kun je dan doen? Nou, we hadden net gezien, de richtingscoëfficiënt is min 2. En ik heb eerder uitgelegd, de richtingscoëfficiënt geeft aan wat er bij ieder stapje gebeurt. Er staat, de richtingscoëfficiënt is min 2. Dus bij ieder stapje gaat er 2 van af. Nou, wat gaan we nu doen? Nou, we gaan in de tabel terugrekenen naar het begingetal. En de tabel begint bij T is 2. Maar ik wil dus terug naar T is 0. Ik wil dus 2 stapjes terug. Nou, bij ieder stapje dat ik verder ga, gaat er 2 van af. Wat gebeurt er dan als ik terug ga? Nou, als ik terug ga, gebeurt er het tegenovergestelde: dan komt er juist 2 bij. Dus we gaan 2 stapjes terug. Er komt dus 2 keer 2 bij. Dus in totaal komt er dan 4 bij. En dan vraag je je misschien af: ja, waar komt er dan 4 bij? Nou, er komt 4 bij de h. De h is 20. Als je teruggaat, komt er steeds 2 bij. We gaan twee stapjes terug. Er komt dus 4 bij. Dus bij t is 0 hoort h is 24. Dat gaan we even opschrijven. Dus dan schrijf je op. We weten bij t is 0 hoort een h van 24. Want we weten t is 2. Daarbij hebben we 20. Als je vooruit gaat, gaat er 2 vanaf. Als je teruggaat, komt er dus 2 bij. Er komt 2 keer 2 bij. Dat is 4. Als je 4 optelt bij 20, krijg je 24, dus bij 0 hoort 24. En nu weten we dus ook het begingetal. Want ik had verteld: het begingetal zit bij t is 0, bij t is 0 hoort 24, en dat is dan het begingetal. Nou, nu kunnen we de formule opschrijven. Nu komt de conclusie. En die conclusie wordt: we schrijven op, dus. Nou, en nu is het gewoon een kwestie van invullen. En dan begin je met de variabele onderin, dat is de letter h. Dus de formule begint met de hoofdletter h. Nou, na de h komt een is. En dan komt het begingetal. En we hadden net uitgerekend: het begingetal is 24. Dus je begint met h is 24. Na de 24 komt een plus. En na de plus komt de richtingscoëfficiënt. En we hadden net uitgerekend: de richtingscoëfficiënt is min 2. Dus hierachter doe je dan plus min 2. Maar ja, plus min is natuurlijk gewoon min. Dus dan kunnen we opschrijven min 2. Dan moeten we nog één dingetje doen. En dat is keer de variabele bovenin. Nou, we hadden al besproken, de variabele bovenin is de t. Dus dan doe je keer t, maar omdat t een letter is mag je de keer weglaten. Dus dan krijg je gewoon min 2t. Dit is dan de formule en dan heb je het antwoord gevonden. Dus wat hebben we gezien? Het is dus heel belangrijk dat je deze vorm uit je hoofd weet. En verder is het belangrijk dat je weet hoe je de richtingscoëfficiënt en het begingetal kunt berekenen. Dit hebben we dus eerder gedaan. Dit zijn dezelfde stappen als bij de regelmaat. Dus je kijkt steeds wat er gebeurt. En dat doe je bij ieder stapje onder gedeeld door boven. Dan kom je dus uit op min 2. Dat is de richtingscoëfficiënt. En dan bereken je nog even het begingetal. Het begingetal zit altijd bij 0. Die staat niet in de tabel. Dus dan moet je vanaf 2 terug naar 0 en moet je twee stapjes terug. Als je vooruit gaat, gaat er 2 vanaf. Terug komt er 2 bij. 2 keer 2 is 4. Er komt dus 4 bij, dus in totaal wordt het dan 24. Dan is het gewoon een kwestie van die algemene vorm invullen. Dat zie je hier staan en dan heb je het antwoord gevonden. En zo kun je dus een formule opstellen bij een tabel. Vond je dit nu een handige video? Abonneer dan even op mijn kanaal. En klik even hier voor alle andere video's over dit hoofdstuk. En dan zie ik je graag snel weer terug bij de volgende video van Malt With Meadow.